Oh my god, ik dacht leuk voor het thumbnail, maar ik ga nu bijna vallen. Oh my god. Hey allemaal, ik ben Wendy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Zoals jullie zien sta ik hier voor mijn kledingrek met allemaal kleding. Want ik ga vandaag mijn kleding uitzoeken. Ik heb echt super veel kleding, vind ik zelf dan. Dit is niet mijn enige kleding, ik heb nog veel meer, maar dat ga ik jullie straks laten zien. De laatste tijd heb ik namelijk het gevoel dat ik gewoon een beetje het simpele dingetje uit mijn kast ga pakken. Zoals deze trui. Hartstikke leuk, maar heel erg simpel. En dat trek je snel aan, omdat ik dan gewoon weet dat het lekker zit. Het staat op zich wel leuk. Dus dan doe ik dat maar aan. Want dat is gewoon fijn om te doen. En ik dacht, het wordt een keertje tijd om een kledingkast te gaan uitzoeken. Want ja, ik zit hier trouwens ook een beetje ongemakkelijk door mijn knieën, anders past het niet. En ik heb een lekkere joggingbroek aangedaan, zodat ik alles makkelijk kan passen en lekker goed kan uitzoeken. Dus daarom dacht ik eigenlijk dat het wel tijd zou worden dat ik mijn kledingkast een keertje zou uitzoeken. Wat gooi ik weg? Wat ga ik houden? Wat ga ik verkopen? Want ik wil misschien dingen proberen te verkopen op United Wardrobe. Maar ja, daar vertel ik op het laatst nog wel wat over. Als ik genoeg dingen heb om te verkopen. En als jullie dat misschien leuk vinden. Maar ik ga dus vandaag mijn kleding uitzoeken. En ik zal als eerst eventjes laten zien wat voor kleding ik allemaal heb. Mijn vakjeskast heb ik dan hier truien liggen. Hier nog wat dunnere truien. Ja, in deze vierdaagjes liggen onderbroek, BH's en dat soort dingetjes. Die ga ik nu niet uitzoeken. Allemaal shirtjes en heel veel broeken. Ik heb er zelfs nog drie, maar die passen er niet in. Want ja, die hangen meestal buiten mijn kast als ik ze aan heb gehad. Dan heb ik hier nog allemaal basic shirtjes in zitten met bijvoorbeeld zwarte of witte of zo. Die is eigenlijk nooit draag, want ze hierin zitten en ik weet niet echt wat goed is en wat niet. Dan heb ik nog deze bak. En hier zit vooral allemaal zomerkleding en dat soort dingen in. Dat is ook echt onwijs veel. Dan natuurlijk hier mijn kledingrek. Ja, allemaal verschillende dingen hangen erin. En ik wil het echt gewoon wat minder veel. Oké, wat mijn plan is. De dingen die ik nog wil passen leg ik daar op mijn bed neer. Zodat ik dat makkelijk kan passen straks. Hier doe ik de dingen in die ik wil verkopen of doneren of weggeven. Hier leg ik de dingen op die ik wil houden. En dan dingen die ik wil weggooien leg ik hier op een stapeltje neer. Oké. Ik ga als eerste al mijn kleding van mijn kledingrek afhalen en op de grond leggen. Want dan ga ik pas echt zien hoeveel kleding ik nou echt heb. Dus eigenlijk hangt mijn kledingrek ook veel te vol. Dus als ik dan uit ga zoeken en wat dingen weg ga doen, ja, dan kan het gewoon weer wat leger worden. Nou, mijn kledingrek is leeg. Het ziet er echt heel gek uit. Ik kan nu ook echt gewoon naar mijn bed kijken. En hier ligt echt een super hoge stapel kleding. Dat is echt niet normaal. Hier mijn knie. En hier dit. Oh my god. Oké, ik zit hier dus nu bij mijn kleding. En ja, het is lastig waar ik mee moet beginnen. Maar ik begin gewoon hier met vooraan met de zomershirtjes. Want ik weet gewoon dat er ook dingen tussen zitten die ik echt... Het is op zich leuk. Maar ik vind het een beetje te kinderachtig geworden voor mij nu. Dit shirtje voor het met cupcakes vond ik heel erg leuk. Maar ik weet nu gewoon dat ik het niet meer ga dragen. Dus deze ga ik wegdoen. En dat is gewoon nog een goede kwaliteit. Dus dat ga ik dan doneren of weggeven of verkopen. Het ligt er nog even aan. Daar zou ik straks nog even naar kijken. Kijk. Heel veel dingetjes zijn in rolletjes opgerold, maar van sommige weet ik echt wel wat het is. En dan weet ik gewoon gelijk wel dat ik het niet wil wegdoen, of juist wel. Dus dat is wel makkelijk. Dan komt de moeilijkere kant komt later wel. En straks ga ik het ook nog een keertje mooi oprollen en opnieuw in mijn kast leggen. De dingen waarvan ik dus niet weet of twijfel, die leg ik op mijn bed. Zodat ik dat straks even goed naar kan kijken of die ik dan nog eventjes kan passen. Er begint hier al een klein gat te ontstaan. Dus dat komt goed uit. Kijk, dit is dan bijvoorbeeld een shirt. Die ik dan echt al best wel lang geleden heb gekocht. Weet je, toen ging ik een keertje mijn moeder shoppen een paar jaar geleden. Ik dacht van ja, het is echt een leuk shirt. Weet je, dan twijfel je zelf een beetje alleen. Dan heb ik hem toch gekocht. En dan denk ik nu van, ik weet niet of ik het nou echt aan moet doen. En wat ik weer aan moet doen. Dus deze ga ik denk ik wel echt wegdoen. Want ik draag hem toch niet meer. En dan ligt het straks weer jaren in mijn kast. Dat vind ik ook zonde. En misschien kan ik er iemand anders nog blij mee maken. Nou, dit shirtje vind ik leuk om terug te vinden. Want dit was echt mijn lievelingsshirtje vorig jaar. Super vaak gedragen. Allemaal leuke truitjes. Echt super lekker zomers. Dus die ga ik wel houden. Ja, dit is ook een shirt.
heb ik al best wel veel jaar en ik draag het eigenlijk bijna nooit meer. Want ja, ik vond hem nooit gewoon echt leuk en het scheen een beetje door en hou ik niet van. Vind ik zelf niet prettig. Dus die gaat ook weg. Kijk, als een opruimbeurt is het ook altijd gewoon weer leuk. Dat je dan ziet van, oh ja, dit heb ik en dit heb ik. Dit kan ik weer een keertje aandoen. Want iets wat bijvoorbeeld helemaal achterin ligt, trek je dan niet zo snel aan. Ik heb weer nieuwe setjes kunnen maken. Oh ja, hier, bij dit soort denk ik weer van, oh ja, die heb ik ook nog. Deze heb ik dus vorig jaar een keer gekocht. Misschien één keer aangehad of zo. Ik weet niet, misschien herkent iemand van jullie toevallig uit de shop nog. Die ik vorig jaar heb gemaakt. Maar nee. Daarvan denk ik dus nu weer inderdaad, oh ja, die heb ik ook nog. Oké, dit is de stand. Deze broeken ga ik nu even passen. En al deze basic shirtjes ook, want het zijn allemaal een beetje dezelfde soort dingen, weet je wel, zwart, wit, blauw. Kijken of ik daar één of twee van ga houden. En dan heb ik hier de dingen die ik wel wil houden. Het lijkt veel, maar dit zijn ook jasjes en truien. En dat wordt natuurlijk al heel gauw dik. En dit is dus winter- en zomerkleding. En dit zijn dan dingetjes, zoals korte broekjes, die moet ik echt even passen of ik dat nog pas. Hier wil ik allemaal nog even goed naar kijken. En nog eventjes sommige dingetjes ook even passen. En dit lijkt heel veel omdat mijn kussens er gewoon nog onder liggen. Het wordt nu steeds donkerder, dus ik heb een lampje aangezet. Maar ik heb hier dus twee jurkjes. Ze lijken een klein beetje op elkaar. Deze heeft kleine hartjes en deze heeft oogjes erop. Alleen deze is het verschil dat deze nog aan de achterkant een wat langer sleepje soort van heeft. Alleen, ja, ik ben heel goed in twijfelen. Dus ik twijfelde eigenlijk wel een beetje, maar ik wilde wel graag even eentje weg doen. Dus ja, ik denk dat ik toch voor deze ga. Dus ja, stem eventjes in de poll. Oh, ik val bijna om. Welke hadden jullie gekozen? Deze met de kleine hartjes? Of deze met de oogjes? Ik heb hier bijvoorbeeld een heel erg leuk blusje met diamantjes. Maar deze heeft mijn zusje ooit aangehad en toen zijn er verfvlekken opgekomen. Er zit ergens nog eentje. En als je het aan hebt, zie je het wel echt een beetje zitten. Dus ik vind het echt een heel leuk blusje. Alleen door die verfvlekjes die er waarschijnlijk niet echt meer uitgaan, vind ik echt heel lastig om te beslissen wat ik hier nou mee moet doen. En dan heb ik ook nog zo'n heel lang wollig harig vest. Hij is super lekker warm, super lekker zacht. Maar ik weet niet echt wat ik hier nou bij aan moet en wat ik hier nou echt van vind. Dan heb ik hier ook nog een best wel leuke peplum top in een beetje peachy kleurtje. Alleen, ik weet niet of je het heel goed kan zien op de camera. Maar als je hier dus langs gaat met iets scherp en het blijft erin hangen, dan komen er zo'n hele rare rafeltjes in. Het is niet heel groot, maar het zit hier en het zit eigenlijk ook hier. Dus dat vind ik ook wel heel erg zonde. En ik weet niet of het dan niet meer mooi is, weet je wel. Hij is verder wel heel erg leuk, alleen dat vind ik dus een beetje zonde. Verder heb ik ook zo'n shirtje waar aan de onderkant dan een paar gaatjes zitten. En dit zijn een beetje rullerige truitjes en shirtjes. Dus dit ga ik dan sowieso weggooien, want dat wil niemand weer hebben natuurlijk. Ik heb hier dan bijvoorbeeld twee broeken. Dit waren echt wel mijn lievelingsbroeken. Deze heb ik al een paar jaar. Maar hier is dan helaas een gat in gekomen. Ja, kun je zeggen hartstikke hip, maar hij zit ook gewoon niet meer mooi. Een beetje flubberig en zo. Alleen dit vind ik dan wel weer zonde om weg te gooien. Dus ik ga hier of een korte broek van maken. Of ik ga hier nog een DIY mee doen, want ik wil graag nog een keertje spijkerbroeken tasjes maken. Dus dat kan ik hiervoor misschien wel gaan gebruiken. Ik weet niet of dat ook leuk is voor een video. Want ja, dan moet je het even laten weten. Kan ik misschien een video van maken. Iets met spijkerstof en een DIY. En verder, ja, dit ga ik dus allemaal eventjes in mijn kast leggen. En hier ga ik foto's van maken om te kunnen verkopen of doneren. Oké, de broeken liggen erin. Ik ga nu mijn trui doen, want dat vind ik even het makkelijkste en weet ik hoeveel ruimte ik heb voor t-shirtjes. Doem, doem, het ligt erin. Nou, ik sta weer voor mijn kledingreksel aan het begin van de video. Maar dit keer is die, ja, een beetje gesorteerd, opgeruimd. Alsnog hangt er veel in mijn kleding. Ik weet het. En, oh, ik viel bijna over de kledinghangers. En ik heb alsnog best wel veel kleding, vind ik zelf. Misschien vind jij het niet veel of juist heel veel. Voor iedereen is het natuurlijk heel erg anders.
Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik dingen heb weggedaan. Want voor mijn doel vind ik dat die mand die ik heb, zo'n grote stapel, dat het best wel veel kleding is die ik weg ga doen. Verkopen, doneren. Ik wil het gaan verkopen op United Wardrobe. Daar kun je mij ook op volgen of gewoon eventjes een kijkje nemen. Je kunt me vinden op Mandy Denise gewoon. En ja, misschien heeft het jou ook wel aan het denken gezet om je kledingkast op te ruimen. Want ik vind het in ieder geval heel erg fijn. Ik weet nu weer een beetje wat ik heb. Mijn geheugen is een beetje opgefrist en wat ik weer aan kan gaan doen. En ja, ik heb alles ook weer een beetje op kleur gelegd. Het is allemaal wat netter, wat mooier, wat fijner. En ja, als je dan denkt, het is super saai, nodig dan gewoon een vriendin uit. Kun je samen je kledingkast uitzoeken, gezellig om tussen te praten. Of zet een leuk muziekje op. Dat is ook heel erg leuk. Gaat veel sneller, een beetje op de beat. Dus dat kun je ook heel erg leuk doen. Ik heb dus nu hier mijn kledingrek. Hier hangen een beetje zomer- en winterdingetjes in. Want het is nu een beetje zo'n tussenseizoen dat het net weer soms te koud is. Of net weer soms een beetje warm. Maar toch weer net niet. Dus dat is een beetje lastig. Het is een beetje van beide. Ook in mijn kast. Alleen ik heb ook nog de dingen met de echt zomerdingen. Heb ik eventjes in een zomerbak gedaan. Zodat als het binnenkort echt warm gaat worden. Dat ik die dan kan pakken. Dat is super handig. En dan ligt er niet te veel in mijn kast. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ben benieuwd of jij hierna nu ook je kledingkast ineens gaat uitzoeken. Lijkt me wel grappig. Laat me weten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren. Te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei!